allemaal en welkom bij dag 20 van Vlogmas. En de tutorial is gelukt. Ik zal je aan het einde van de video invoegen, want we beginnen vandaag eerst met de adventkalenders. Het is weer tijd voor de kalenders. We gaan kijken wat is het spreukje bij de kalender van Yogike. Ik heb een zakje er al uitgehaald. There is no way to happiness. Happiness is the way. Dat was de Yogi-kalender. En dan gaan we naar de rest van de inhoud die ik al mooi gedrapeerd heb op mijn ondergrondje. En we beginnen dus inderdaad met de yogi-thee. Dat was een turmeric orange. En toevallig is de shampoo bar ook een beetje oranje. En dat is mango met papaya. En dat is een shampoo bar. Die ruikt wel lekker. Ja, die ruikt lekker fris. De twisty kalender. Dat is een maple walnut, dus een groene thee. En hier zit ook stukjes walnoot. In de kleine kalender van Waterdrop, daar zit vandaag een boost. En die kleur die past weer bij het paarse strengetje wat ik zelf geverfd heb met de kalender van Draadkracht. En dat paarse vind je ook weer terug in de body wash van de Knijp. Ik vind de Knijpproducten trouwens erg fijn. En deze kwam dus uit die zelf samengestelde kalender van mijn kerstpakket. Dan steken we even over naar het mooie strengetje van de draadzaak. Er zit blauw in, er zit groen in, er zit wat paars in. En kijk in deze kleur. Die zit weer in de hele fijne flessendroger die in de grote kalender van Waterdrop zat. Dus als je je fles hebt omgespoeld, dan zet je hem omgekeerd hierop. Het is best wel een wat verzwaard apparaatje. Dan zet je op je aanrecht. En dan kan hij lekker uitdruppen zonder dat hij omvalt. Oh ja, deze Napoleon. Die zat bij de kalender van de draadzaak. En dan hebben we tenslotte alleen nog de douche en shower. Of de pad en douche gel van Yves Rocher. En dat is met algen en sea fennel. Nou, weer een hele fijne inhoud van 20 december. Laatst op Instagram had ik gedeeld een mooi plaatje van het Naaldbos. Het Naaldbos is een online winkel. Die maakt quiltpatronen en heeft stoffen. En die heeft ook Vlogmas. En die bekijk ik ook. En die vond ik heel leuk om te zien. En nu tijdens die aflevering zat ze te werken aan een borduurpatroon. En dat is een borduurpakketje eigenlijk. Met om een kerstboom te borduren. En er zit echt, het hele pakketje is helemaal compleet. Er zit dus een kerstpatroon in van een kerstboom. Een heel uitgebreide omschrijving. Er zitten kraaltjes in, een naaldje, stofjes, nou van alles en nog wat. Nou sprak ik haar gisteren. En ze vertelde dat ze had die pakketjes speciaal voor de kerstmarkt had ze die gemaakt. En ze had er nog een paar over. En die zou ze dus vanavond in haar webshop plaatsen. Mocht je daar belangstellingen hebben, laat ik dat zeker aan. Ik zal even een plaatje invoegen van het eindresultaat. Ik was niet al erg enthousiast van het pakketje en ik wilde het graag met jullie delen. Ging niet gesponsord, wel een fan. Ik heb vorig jaar van haar patroon, van de sterrenquilt, heb ik de loper gemaakt die op onze tafel ligt. En het was gewoon heel mooi duidelijk omschreven, met video's, alles erbij. Dus ik wilde haar kanaal en haar wilde ik gewoon even aan jullie aanraden. Ik heb vandaag even geen update nog van de kerstrui. Als het op het moment dat ik dit film, heb ik er helemaal nog geen tijd voor gehad om eraan te werken, want alles liep anders dan verwacht. Daar ga ik geloof ik in de tutorial een beetje bij in. Maar ik zal even laten zien wat het is geworden. Ik heb dus hele kleine bento yarnballbags gemaakt van vilt met een leuk motiefje. En een drukknoopje. Je kunt ook gewone drukknoopjes gebruiken die je er allemaal opnaait. Maar dit is een heel kleintje en die past een bolletje in van 50 gram. En dan kun je dus als een soort yarnsleeve kun je die gebruiken. Maar zoals ik al zei, vandaag liep weer eens anders dan verwacht. Mijn fiets moest dus naar de fietsenmaker. En
Ik ben bezig geweest met presentaties voor een kerstnachtdienst. Dus en op dit moment moet ik allemaal weer dingen opruimen. Dus genoeg te doen vandaag. Dus ik wil jullie nog wel ontzettend bedanken weer voor het kijken voor vandaag. En ik voeg hierna dus die tutorial in van hoe ik dus van Vilt dat leuke zakje heb gemaakt. Ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nou, welkom bij deze nieuwe tutorial. Mijn ochtend is vanmorgen alweer anders gelopen dan ik had verwacht. Ik heb ondertussen op 3 fietsen al gezeten. Eerst op de fiets van mezelf, toen bleek mijn band weer leeg te zijn. Toen snel even op de fiets van mijn man. Dat was niet zo'n heel succes, want hij heeft een heel ander modelfiets. Ik kan er wel op zitten, ook van hoogte betreft, maar echt lekker fietsen doet het niet. Dus toen heb ik maar mijn eigen fiets naar de fietsenmaker gebracht. En daar heb ik een leenfiets gekregen, wat dan ook weer compleet anders fietst. Dus nu ben ik thuis en ik denk, ik ga eerst die tutorial doen. Nou, wat was er gisteren misgegaan met deze? Ik had hem dus helemaal in elkaar genaaid. Alleen ik had de voering en de buitenstof aan elkaar genaaid. Dat is natuurlijk niet zo'n goed idee als je hem om wil draaien. Dus, oké. Die komt in een volgende tutorial. Wat ik wel heb geleerd, is dat ik eigenlijk meteen te moeilijk wilde. Want als je met de voering... Als je voering wil laten zien en buitenstof, dan heb je meteen allemaal extra stappen. Terwijl ik eerst wil laten zien hoe de Bento Yarn Ball Bag werkt. En ik denk, dat kan ik beter laten zien op een stukje vilt. En ik heb dit hele leuke lapje vilt. Het is met gouden kerststerretjes, sneeuwsterretjes. Dus ik denk, nou, dat is wel misschien wel heel geschikt. En misschien kan ik hem zelfs gebruiken voor mijn kerstpreitje. Hoe werkt de Yarn Ball? Nou, je meet en je lange kant is altijd 3 keer zo lang dan de korte kant. Nou, deze lange kant is, laten we zeggen, 30 centimeter. Dus dan moet ik nu eigenlijk, ik zal het even aan 2 kanten meten. Dit wordt een heel klein, hele kleine yarnbol trouwens. Maar ik denk dat het om de techniek te laten zien wel erg leuk is. Dus ik heb nu een lange strip en die knip ik even uit. Die slaat nu zeg maar 1 punt om. Dat markeer je. Dat doe ik ook eventjes aan de andere kant. Je gaat nu eigenlijk 2 dingen dichtnaaien. Je gaat hier dit dichtnaaien. En je gaat aan deze kant. Ga je deze dichtnaaien. Dus dat ga ik nu doen. Dit gaat in principe sneller met de naaimachine. Maar ik denk, weet je wat? Ik doe het even lekker met de hand. Net als die vorige. Alleen zal deze wel ietsje sneller klaar zijn. Oh, weet je wat ik doe? Ik ga dit lekker in de verstandsteek doen. Het fijne van de verstandsteek is dat je eigenlijk ook meteen je randjes afwerkt. Je weet ook zeker dat je door bij de lagen bent gegaan, omdat je aan de zijkant werkt. Er is dus ook een techniek om deze te maken. En dan... naai je dus de voering en de buitenstof. Die naai je met de goede kanten tegen elkaar. Naai je die aan elkaar vast. En dan keer je de stof om door die kleine opening die je hebt gehouden. En op dat moment behandel je het bijna net zoals ik nu deed, dit stukje vilt behandel. Want dan naai je dus eigenlijk de randen aan elkaar zichtbaar. En dat doen ze dan wel met gewoon een naaisteek. Maar dat zouden ze in principe dus ook met deze steek kunnen doen. Dus dat is wel een alternatief. Dan hebben ze dus eerst gewoon de 2 lapjes aan elkaar vastgemaakt. En dan naaien ze dus aan de buitenkant. Persoonlijk heb je dan nog steeds heel veel lagen stof waar je doorheen gaat. En daarom vond ik dat zelf eigenlijk niet zo heel mooi om op die manier te werken. Dus toen had ik voor mezelf bedacht hoe ik hem dus kon maken
Ook, ik had, was ook geïnspireerd door andere tutorials. Ik heb zeg maar alle tutorials die ik heb gezien. Daar had ik dus een mix van gemaakt in mijn hoofd. En ik heb toen die tasjes gemaakt. En het was allemaal super logisch. En het gekke was, dus toen ik gisteren begon met die tutorial, toen wist ik eigenlijk even helemaal niet meer hoe ik hem gemaakt had. Ik denk van hoe, ik had een foefje ontdekt om de voering en de stof netjes weg te werken. Hoe had ik dat gedaan? En op een gegeven moment toen dacht ik dus dat ik wist hoe ik het had gedaan. Dus toen was ik begonnen, ik was gaan naaien, ik was gaan knippen. Ja, en toen kwam ik dus op dat punt uit dat ik hem om moest keren. En toen bleek dus dat ik nou, die denkfout had gemaakt. Maar dat is dus gewoon ook best wel te verklaren. Omdat ik het gewoon niet helemaal nog goed onthouden had. En daarom is het ook wel fijn voor mezelf, denk ik, dat ik nu deze tutorial gewoon opneem als een filmpje. Want mocht ik dan de volgende keer maken, kan ik mijn eigen filmpje kijken. De ene kant is dus nu dichtgenaaid. Zie je? Nou, dan pak ik even mijn draadje af door een paar laagjes stof te doen. Ik heb ook al een knoopje gemaakt hoor. Oké, nou, dus deze kant zit aan hier aan de bovenkant vast. Nu gaan we dus deze. Gaan we. Hier had ik dat markeertje gemaakt, daar vouw ik hem dubbel. Die vouw ik dus de andere kant op. En die ga ik dus hier vastmaken. En dan begint hij al een klein beetje de vorm te krijgen die hij krijgen moet. Ik doe even weer een speld in. Ik denk niet eens of iedereen weet hoe die steek werkt. Ik weet ook niet of je dat nu goed kunt zien, maar in principe steek ik dus in mijn geval van rechts naar links. Misschien doe ik hem ook wel anders dan anderen hoor, maar ik steek dus mijn draad van mijn naald van rechts naar links in de stof. En dan heb je die lus. Die trek je niet helemaal aan. Je haalt er eerst nog met je naald doorheen. Dus van rechts naar links. En ik steek door die. Ik merk wel dat. Soms heb ik het idee dat in sommige tutorials ze anders door die lus gaan met de naald. Ik weet dus niet of ik het dan goed of fout doe. Maar dit is. In principe hoe ik het altijd al doe. En ik vind het resultaat er mooi uitzien. Dus. Grappig is bijvoorbeeld ook dat de kruissteek die ik maak, die is ook een spiegelbeeld van hoe je meestal geleerd wordt. En ik weet ook niet hoe dat ontstaan is, maar dat is wel de manier waarop ik het eigenlijk vanaf kinds af aan heb geleerd toen ik een jaar of 5, 6 was. Toen heb ik dus van mijn moeder geleerd om te borduren. Misschien was ik ook wat jonger, maar ik weet in ieder geval zeker dat ik toen ook al steekjes maakte. En we doen eigenlijk altijd zoveel mogelijk steekjes van één kleur. Dus dan deed je eerst alle halve kruisjes en daarna maakte je ze pas compleet. Maar ik toen ik dus echt ging kijken van hoe doen anderen het en hoe staat het in de boeken, toen zag ik dus dat hij vaak... Dat ik dat hem dus eigenlijk de andere kant op maakte. Maar deze ben ik nu gewend. En in principe, zolang je alles maar op dezelfde manier doet en dezelfde kant op, dan maakt het eigenlijk ook niet uit hoe je zoiets doet. Zolang het dan maar mooi gelijkmatig is. Oké, nu heb je in principe de basis. Kijk, het is een soort envelopje geworden. Ik ga naar de volgende stap. En dat is, eventjes plat duwen, de puntjes, die halen we eraf. En dan gaan we ook met de vestandsteek doen aan de buitenkant. Dit had je in principe ook van tevoren kunnen doen en dat dan weer een stukje met naaien geschild. Nou, je hebt dus dan de hoekjes heb je dus afgeknipt en dan krijg je aan de onderkant ongeveer deze vorm. En nu ga ik dus dit dichtnaaien en even opletten dat het hier niet los gaat. Je zou van tevoren dus ook de puntjes eraf kunnen knippen en dan in één keer alles kunnen naaien. Maar dan moet je dus eerst weten hoe het werkt voordat je dat doet. Want anders maak je het ook weer ingewikkeld.
voor de zekerheid ga ik even over dit hoekje een paar keer heen. Om te voorkomen dat eventuele steken die daar zitten, dat die niet losschieten. Nou, nu ga ik dus de zijkant doen. Oké, dat is 1. Kijk, zoals je ziet, je zou in principe zou je het ook in één keer kunnen doen. Vooral als je hem van een vilt gaat maken. Trouwens, zoals ik al zei, dit wordt een wat kleinere jaarnbol. Maar als je een grotere wilt maken van vilt, je kunt vilt natuurlijk ook gewoon aan de meter kopen bij heel veel winkels. Of een andere niet rafelende stof. Bijvoorbeeld een stukje kunstleer. Daar zou deze op zich ook heel geschikt voor zijn. De enige reden dat ik eigenlijk hiervoor heb gekozen is omdat het zo'n leuk wintersprintje had. Dat is eigenlijk de enige reden. Maar zoals ik al zei, je kunt vilt, wolvilt, polyesterveelt, kun je allemaal ook aan de meter kopen. Dus dan kun je net zo'n die tas net zo groot maken als je wilt. Des te groter de tas, des te minder snel zou ik trouwens voor deze steek kiezen om af te werken. Dan zou ik misschien liever een combinatie doen van de verstandsteek en ook de gewone naaisteek. Omdat er dan, des te groter je tas, des te meer dingen ga je erin doen en des te meer spanning er op de naden komt te staan. Maar ik denk dat ik straks eventjes laat zien dat je hem in één keer door kunt naaien. Nu ik daar zo naar kijk, is dat misschien toch makkelijker. We hebben dus nu een klein tasje gecreëerd, een klein bakje. Die een platte bodem heeft. En waar je dus een klein bolletje met wol in kunt doen. Dus ik denk dat dit voor een bolletje van ongeveer 50 gram is. En, kun je dus hier op de punten kun je een 2 drukknopen doen. En daarmee kun je dan het tasje sluiten. Het tutorial van morgen of overmorgen maak ik er dus eentje op het juiste formaat. Dat er dus een 100 gram strengetje in kan. Maar dit hele kleintje van 10 bij 30 centimeter van een niet rafelende stof, dus van vilt of van kunstleer of leer, dan kun je dus een, dit is eigenlijk, ik heb net gewogen, deze is 58 gram. Dus een 50 gram bolletje moet er sowieso makkelijk in kunnen. Zoals ik al zei, druk knoopje om hem te sluiten, maar ik ga het mezelf even makkelijker maken. Je kunt dus ook gewoon een drukknoop nemen die je eraan vastnaait. Maar dat doe ik dus niet. Als je dit dus doet en je vertrouwt niet de stof. Als je denkt, nou ik weet niet of de stof wel stevig genoeg is. Om, vooral bij deze drukknoop, kijk, bij die je eraan vastnaait. Dan ligt eigenlijk, dan maak je geen gaatje in de stof. En daardoor heb je ook minder risico dat het kapot gaat. Maar wat ik dan nu eventjes doe, ik maak even aan de binnenkant een extra stukje vilt vast. En dan prik ik er even opnieuw doorheen. Ik heb deze tang inclusief heel veel kleurtjes, heb ik toen heel voordelig een keer op het internet gekocht. Zie je, dus aan de ene kant. Doordat ik het extra stukje vilt heb, moet ik wel even iets meer kracht zetten. Maar het idee dat hij daardoor wat steviger blijft, is me wel wat waard. Op die manier heb ik dus nu een drukknoop. Waarvan ik ook weet dat hij niet zo snel kapot gaat. Nou, we doen nog heel even dat bolletje wat dus eigenlijk iets groter is.
Dit doe ik erin. En dit is dan het resultaat. Maar dit is dus de basis van de bento bowl yarn bag. Dus een bento bowl is eigenlijk een Aziatisch gerecht. En die werd dus vaak dan in zulke verpakkingen van papier of karton werd die dan gedaan. En dit is dan dus de stoffenvariatie. En in de volgende tutorial, en ik hoop dus dat ik die dan morgen of overmorgen met jullie kan delen, laat ik zien hoe je hem dus maakt met twee stofjes, met een voering en een buitenstof. Oké, ervan uitgaande dat je dus een filterstof gebruikt of een stof die niet rafelt, dan laat ik nu even zien hoe je dan in één keer ook meteen alles knipt, zodat je dan niet, dat je gewoon in één keer alles kunt naaien. Ik maak even weer die markeringen. Deze om. En dat speld ik ook vast hier. Deze vouw ik om. En die speld ik ook vast. Op dat moment kan ik al zien hoe de vorm gaat worden. Dus dan, ik heb hem hier dus vastgespeld even aan het uiteinde en daar aan het uiteinde. Oké, dus ik heb even de punt vastgezet, hier op het uiteinde, daar op het uiteinde. Dan op dat moment leg ik dus, hier is de opening, daar is een opening. Hier leg ik die punten tegen elkaar aan. En dan knip ik dus de punt eraf. Nadat ik de punt eraf heb geknipt, controleer ik wel op het oog of hij een beetje recht zit. Als hij niet zo heel recht zit, haal ik er nog even een klein stukje af. Doe ik daar ook even een speld. En dan deze speld. Hier doe ik ook eventjes een speld. Maar nu, dan kan ik deze even weghalen. Nu kan ik dus in één keer die kant op en van hier die kant op. Ik denk dat dat een stuk makkelijker is als je dus werkt met een stof die toch niet gaat rafelen. Nou, die ga ik even in elkaar zetten en dan laat ik het resultaat zien. Nou, de ene kant is nu dus helemaal klaar. En nu kan ik de andere kant doen. Nou, nu heb ik dus in één keer doorgenaaid. In principe is het eigenlijk precies hetzelfde. Alleen het naait wat lekkerder. Oké, dus mijn bolletje nog in de buurt. En ik wil het een klein beetje weg. Dus dan heb ik nu twee versies die in principe wel constructie precies dezelfde manier zijn. Alleen de manier waarop je hem naait en knipt is dan net even anders. Nou, ontzettend bedankt voor het kijken.